Hoi, goedemiddag. Alles goed? Hartstikke goed, welkom. Vertel, wie ben je en wat doe je? Ik ben Jasje van Wees. Ik ben stagecoördinator op praktijkschool De Pijler in Den Helder. En kunt u mij vertellen wat voor school dit precies is? Nou ja, De Pijler is een praktijkschool voor praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs. Die zich richt op leerlingen die wat moeite hebben met leren. En die wij begeleiden richting een baan. En proberen we ze ook bij te brengen hoe je zelfstandig moet leren wonen. Ook nog, maar ook een stukje vrije tijd en burgerschap. Dat ze uiteindelijk een goede plek krijgen in de maatschappij. En hoe doen jullie dat dan? Nou, we hebben verschillende fases waar we ze in begeleiden. Vanuit stagevoorbereidingslessen. En dan moet je denken aan de eerste en tweedejaars leerlingen die dat gaan doen. Waarin we laten zien wat een werknemer over het algemeen verwacht. Dus de algemene arbeidsvaardigheden. Daarna gaan we met ze op snuffelstage. Dus dan mogen ze zelf gaan kijken wat ze eventueel leuk lijkt om te doen. Ze moeten een kennismakingsgesprek moeten ze gaan oefenen. Ze doen allerlei testen, hè, welke beroepskeuze interessetest die ze dan af wordt genomen. Maar we doen ook maatschappelijke stages. Dus we gaan met groepen gaan we dan bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis. Nou, uiteindelijk gaan ze dan op stage in het derde jaar bij ons. En in die stages, er zijn meerdere stageperiodes, kunnen ze dan ook gaan kijken van joh, wat vind ik echt leuk. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat ze daarna uit gaan stromen in de baan die hun heel erg leuk lijkt en de richting ook daarvan. En als de leerlingen dan klaar zijn, hoe gaan jullie dan met ze verder of gaan jullie niet met ze verder? Nou, we uiteindelijk zorgen dat ze bij een werkgever terechtkomen, dus dat ze daar aan het werk kunnen. Maar soms gaat dat niet goed en dan stopt een contract en dan zijn ze op zoek naar een nieuw werk. Nou ja, om dat een beetje in de gaten te houden, proberen we ze 2 jaar lang te monitoren, dus ze op te bellen. Dat doen we dan ongeveer om het half jaar bellen we ze op om te vragen van hoe het met ze gaat. Of ze nog steeds zitten waar ze zitten en of ze eventueel hulp nodig hebben. En als we er daar achter komen dat het niet gelukt is en dat ze dus op de bank zitten, nou ja, dat willen we niet, want we willen juist dat ze aan het werk gaan. Dan gaan we in samenwerking met de gemeente, gaan we de jongens of meiden weer oppakken. En gaan we ze opnieuw een reïntegratietraject starten. En dan gaan we ze helpen om dan weer een nieuwe baan te vinden en te houden. En hoe zijn de resultaten? Nou, als we kijken naar de afgelopen jaren doen we het eigenlijk heel erg goed als school zijnde. De leerlingen die we uitzetten naar werk hebben eigenlijk een hele bestendige werkplek. Dus ze blijven lang zitten waar ze horen te zitten. En dat heeft eigenlijk wel te maken dat ze natuurlijk al een stageperiode hebben gehad. Dus ze kennen elkaar al heel goed. En daarnaast proberen we ook wel de werkgever te overtuigen dat ze een goede kracht hebben. En voor relatief weinig geld, want dat is natuurlijk voor een werkgever heel erg belangrijk. Dus ja, dat is natuurlijk wel fijn als we op die manier vanuit overheidsgelden dat kunnen compenseren. Nou ja, dat iedereen toch wel een mooie plek heeft in de maatschappij. Iedereen blij? Iedereen blij, ja. Ja.